Het is heel conservatief. Op dit moment is de toename van de vraag meer dan 10%. Maar voor dit plaatje kunnen we het hiermee doen. Heel conservatief heb ik ook twee mijnbouwprojecten erbovenop gezet. Ik heb het in een constante waarde genomen, omdat ik consultant ben en ik beschik over wat cijfermateriaal, dat kan ik hier niet presenteren. Maar het is niet gek om daarboven de impact te zetten van twee mijnbouwprojecten. En we zien dat we, als we kijken naar de energiebehoefte, dus de capaciteit, dat zullen we groeien in 2012 van 200 megawatt naar 600 megawatt. En dat kunnen we heel eenvoudig oplossen. We hebben Afobaka, we hebben 100 megawatt gemiddeld per jaar. En we bouwen een heleboel thermische centrales, of we bouwen één grote thermische centrale. Op zich geen probleem. We staatsolie, we krijgen misschien tegen een speciale prijs van staatsolie, ik denk dat het opportunity cost wordt. Krijgen we olie en we produceren de behoefte. We kunnen het ook anders doen. Of laten we even kijken, wat kost dat? Hij gaat niet hoor, ik ga hier maar proberen. We kunnen het ook anders doen door een deel van die behoefte in te vullen met hydropower. En op dit moment zijn er twee projecten die door de pre-feasibility studie zijn gekomen. Dat is het Grand Creekie project en het Tapajai project. Als u kijkt daarboven ziet u wat overblijft dan van de thermal power. Dan ziet u onderin Afobaka. En in het lichtgrijze ziet u Hydro New. En Hydro New zou kunnen worden ingevuld door het Grand Creekie project en het Tapajai project. Wat is het effect van deze twee projecten op de economics? Als we uitgaan van olie van $100 een barrel, HFO, en we zeggen, er is iets fout in mijn presentatie hoor. In ieder geval, en we gaan uit van een escalation rate van 3,5% per jaar, dan zouden we kunnen besparen met tussen de 4,2 en 6,7 miljard dollar aan brandstof. 4,2 als de escalation rate 0% is, met andere woorden, tussen nu en 2030 blijft die olie $100 per barrel. En als hij groeit met 3,5% wordt het 6,7%. Om dit effect te bereiken, zouden we nu bereid moeten zijn om een investment te doen tussen nu en 2020 van 1,5 miljard. Een klein deel uit het grijze plaatje wat u zag, kan worden ingevuld door het Grand Creekie project, een bescheiden deel. Dus Grand Creekie kan bijdragen in het terugbrengen van tussen die 4 en 6 miljard aan brandstofkosten over een periode van 2016. Tot 2030. En die visie hadden een paar mensen in 2004, dat we daar wat aan moeten gaan doen. Dus in 2004 ontstond het idee om het stroomgebied van Grand Creekie te gaan ontwikkelen. En in 2005 werd er een stichting opgericht. Foundation for the Development of Renewable Energy Sources in Suriname, afgekort TRES. In 2006 tekenden wij een MOU met de overheid, dat ons het onderzoeksrecht gaf op het stroomgebied. En tussen 2006 en 2008 deden we een desktop studie, een preliminary study. En de resultaten daarvan waren positief. We hadden toen geld nodig en om het geld te vinden hebben we geshopt. En uiteindelijk hebben we het geld gevonden in 2010 bij IDB. Tussen 2008 en 2010 hebben we niet stilgezeten. We hebben elektronica gezet in die kreek, we hebben gemonitord, we hebben datalogging gedaan. Dus die tijd is nooit verloren geweest. In 2010 is er ook een tender gehouden, internationale tender. En een Colombiaans bedrijf, HMV Ingenieros, die heeft de tender gewonnen en die heeft de studie uiteindelijk in 2011 uitgevoerd. Waar ligt Grand Creekie? Als we hier een kaart van Suriname hebben, dan ziet u hier ten oosten van het Stuwmeer, tussen de Marowijnen, Stuwmeer. Daar ligt het stroomgebied van Grand Creekie. Als we inzoomen in de topografische kaart om u een beter idee te geven, dan hebben we hier de Nassauberg, hier gaat het Surauco-project zich voltrekken. Hier hebben we het Leliegebergte. Mirjam, waarover de heer Crespo het net had, die ligt daarboven.
En dit stroomgebied, het waarde van dit stroomgebied, gaan we benutten om energie op te wekken om eventueel aan het goudproject aan de noordzijde van de Nassauberg energie te leveren. Zodat we daarin een bijdrage kunnen leveren. Er zijn een aantal case studies gedaan. De eerste case study hebben we gedaan, hebben we gezegd, we gaan alleen maar kijken naar het water dat beschikbaar komt in het stroomgebied van Grand Creek zelf. En dan bouwen we een powerhouse in de Grand Creek. Een tweede mogelijkheid was met, in verband met activiteiten van staatsolie op het Tapajai project, is dat wij water die door Tapajai wordt geleverd aan het Apobaka-stuwmeer, zouden kunnen consumeren en zouden kunnen toevoegen aan de powerhouse in Grand Creek, waardoor we voldoende energie zouden kunnen opwekken voor het goudbedrijf in Miriam. En de derde studie was, als het Tapajai-project niet door zou gaan, te volstaan met de Urtendam en het water van Grand Creek, terugsturen naar Afobaka om in de overcapaciteit van Afobaka te benutten. Er zijn PPA-scenario's gedaan, economics. En dit waren de resultaten van de economics. En uiteindelijk hebben we gekozen om op pre-feasibility level de base case te gaan doen om op 4,5 kilometer van de Marowijnrivier in de Grand Creek een dam te bouwen. En uitsluitend het water dat vrijkomt van het stroomgebied van de Grand Creek-gebied te benutten voor elektriciteitsopwekking. We zijn ervan uitgegaan dat wij nog niet connecten met de total grid, dus de Afobaka-lijn. We zijn ervan uitgegaan dat de demand voor Oost-Suriname voorlopig 16 megawatt zal zijn. En dat we een hybride systeem nodig zullen kunnen hebben om de beschikbaarheid ter aller tijden te garanderen. En tenslotte zijn we ervan uitgegaan dat voordat we in feasibility studie gaan, dat er een purchase power agreement komt met een partij die de fondsen garandeert, tenminste de betaling garandeert en de afname van de energie. De studie heeft omhelst project optimization, dat betekent dat we hebben gekeken naar verschillende hoogtes. Hoe kunnen we het economisch optimum bereiken? Hoe kunnen we environmental, social-wise, wat zijn de optimums? Wat zijn de mogelijkheden voor het verband tussen gemiddeld en firm energy? En uiteraard environmental impact, flooded area. We moeten één ding in de gaten houden, Suriname is geen hydroland. Als je kijkt naar de economics van projecten bij de zuiderburen in Zuid-Amerika. We zijn, op de eerste plaats zijn we niet zo bergachtig, we zijn meer heuvelachtig. Met andere woorden, we gaan bij elk hydroproject die we gaan uitvoeren, gaan we relatief grote delen land onder water zetten. Dat is één punt. De economics, we hebben geen toegang tot het achterland, dus we gaan eerst infrastructuur moeten bouwen om er te komen. Dat drukt allemaal op het project. We zijn dus geen echt gunstig hydroland, maar vanwege de hoge olieprijzen blijft het lucratief en is het nog altijd de best option. Vandaar dat we ermee door moeten gaan. Als we even terugzoomen. Als wij dus een dam bouwen hier tussen de Lely-uitlopers en de Nassauberg, dan ontstaat er een meer. Als u hier links kijkt, dan ziet u Afobaka-stuwmeer, heel close ervan. En dan vindt er opstuwing plaats en naarmate de mate van opstuwing bepaalt de mate van energie die je uit het debiet van het stroomgebied kunt halen. Als u hiernaar kijkt, ziet u ook dat het een bijzonder impressive meer is en dat de environmental impact enorm groot is. We hebben dus toen besloten om het project een beetje te gaan downsize. Dat betekent minder hoog opstuwen, minder gebied onder water zetten, maar dat betekent ook minder energie opwekken. Kijk je naar de economics, dan zou je het project graag hier willen hebben. Maar vanwege de environmental impact hebben we gezocht naar een soort buigpunt. Van waar wordt de verhouding tussen opgewekte energie en land onder water zetten. Het ongunst was het buigpunt. En we hebben ervoor gekozen om op 62 NSP een dam te bouwen. 16 megawatt en nominaal 100 gigawattuur
productie per jaar. 1 gigawatt, u moet zich voorstellen, is 1 miljoen kilowatturen. Dus 100 miljoen kilowatturen kan Grand Criqui per jaar opwekken. Hier zijn nog even de cijfers op een rij gezet. Om u een idee te geven van de hoogte, 62 meter. Grand Criqui zelf ligt op NSP 15. En wij stuwen op naar NSP 50. Dus we hebben een head van 35 meter. Waterverval van 35 meter. En dan komt de dam op 62 meter. En de capital investment zoals die er nu staat op pre-feasibility niveau is 144 miljoen US dollar. Hoe ziet die dam eruit? U bent allemaal wel eens naar Abu Bakr geweest. En dan moet u zich voorstellen, ongeveer 40% van de lengte van de Abu Bakr dam bij gelijke hoogte. Dus het gaat waarschijnlijk more impressive, hoger uit lijken, van, omdat hij korter is. Maar dat is de Abu Bakr dam 40% in lengte. Dat moet u zich voorstellen. Bij zo'n dam hoort natuurlijk een converter, een conversiemachine, een turbine die waterkracht gaat omzetten in mechanische energie om vervolgens in elektrische energie te worden omgezet. En hier, heb je dus, hier is de water intake en dat gaat zo door de turbine, draait hier om en wordt hier weer gedischarged in de Grand Criqui. Er vindt dus geen diversion plaats. De Grand Criqui blijft stromen in de Marowijne. En dit is dan de powerhouse. Het zijn twee turbines van elk 8 megawatt die moeten gaan produceren. Waar, hoe ziet de omgeving van het gebied eruit? Ik weet niet hoe goed u de Marowijne rivier kent, maar er zijn een 9-tal dorpen in de buurt. En als je uit de Grand Criqui komt en je gaat even naar rechts, dan kom je bij Loka Loka. Ik weet niet of u Wada Lodging kent. Dat is een prachtig vakantieoord daar. En dan heb je al die eilanden die bewoond worden door de Marons sinds 300 jaar tot met als hoofdplaats Lange Tabiki. Het gebied dat we gaan flodden ligt 4 kilometer in het stroomgebied. Dus het heeft geen impact op de Marowijne. Maar het gaat wel het leven natuurlijk van de mensen beïnvloeden. Want in de, tijdens de constructiefase heb je al gauw een 200 man labor die daar rondloopt. En daarnaast ga je een transmissielijn hebben. Je gaat de ontsluitingsweg hebben. Je gaat dus de mensen hun leven beïnvloeden. Men heeft dus een aantal negatieve effecten geïdentificeerd. Belangrijkste, loss of forest cover, land use change, habitat loss, loss of species restricted to habitat, water quality change, microclimate change, cultural change in Paramaka tribal communities. Dat vind ik een hele leuke. Al die marons daar hebben 2 en 3 blackberries, ze hebben telezuur, ze hebben... En we praten over, dat vind ik altijd heel grappig. En alteration of social structure. Wat zijn de positieve effecten? Sustainable electricity for East Suriname. Economische activiteiten. Employment opportunities. Daar moet u zich niet te veel van voorstellen. Tijdens de constructiefase wel. Maar zo'n centrale dat kun je gewoon remote draaien. En als er 15 mensen employ vinden, long term is dat veel. Dus daar moet u zich niet te veel van voorstellen. En we zijn dan wel in staat om de eilanden 24 uur betrouwbare stroom te leveren. En het is echt in de marge van het project. Je moet je voorstellen, 3-4% van de energie is voldoende om de totale community vanaf Loka Loka tot Lange Tabiki van stroom te voorzien. En de industriële activiteiten die moeten het mogelijk maken om die kapitale investment te doen. €144 miljoen, 16 megawatt. U zult zich afvragen waarmee zijn we bezig. Is dat wel verantwoord? Als ik u even terugvoer naar mijn eerste slides, heb ik gezegd, als wij dat grijze plaatje gaan invullen, en we zijn bereid tussen nu en 2020 1,5 miljard te investeren, dan kunnen we tussen 2016 en 2030 tussen de 4,5 en 6 miljard besparen aan brandstof. En dat praat ik over 15 jaar. Maar u weet met z'n allen dat hydro tussen de 200 en 400 jaar kan overleven. Het meer en alles, want hij slipt uiteindelijk dicht. Maar het schijnt in Suriname minder sedimentation te zijn. Dus hij slipt, zou best wel 300 jaar kunnen leven. Op een rij gezet kost Grand Criqui 92 miljoen.
Maar er moet een access road worden gebouwd van 15 miljoen. De vraag is, moet je een public road bouwen? We kunnen ook een service road bouwen van 5 miljoen of 3 miljoen. Er is een transmissielijn opgenomen van 8 miljoen. Het zou een transmissielijn kunnen zijn van 66 kV op houten masten voor 3, 4 miljoen. En mitigating en environmental impact daarvoor is opgenomen 29 miljoen. Dat betekent, we gaan de boompjes, jonge boompjes, kleine boompjes gaan verplaatsen. We gaan orchideeën verplaatsen. We gaan het bos oosten en het gaat allemaal niks opleveren. U en ik weten dat het bos een economische waarde heeft. Dat tegenover deze 29 miljoen er een waarde zal staan die in de feasibility fase zal moeten worden uitgezocht. Nog steeds geen probleem, we zitten op 144 miljoen op dit moment. Laten we even gaan kijken in die miljarden wat de bijdrage van Grand Criquet is. Als we kijken naar de fuel consumption over 15 jaar, dan zitten we, komen we tussen de 230 en de 352 miljoen besparing. Variabele kosten, je moet denken aan lubricants en maintenance, onderdelen van een thermal power station, tussen de 15 en als we inflatie meerekenen, 27 miljoen. En de capex-kosten voor de thermische centrale, kijk maar naar het verschil, 1692 miljoen, het grote verschil. Daar heb ik verder niet, geen kapitaalkosten meegenomen. Dan komen we tot een besparing van tussen de 261 miljoen en 395 miljoen. De vraag is, moeten we Grand Creek bouwen of moeten we een opportunity aan ons voorbij laten gaan? We zouden best wel met een PPA, met het Mirjam-project, zouden we het als enabler kunnen gebruiken, omdat wanneer het gele goud op is, dat het blauwe goud nog 200 jaar blijft voor zij die naar ons komen. Iets om over na te denken. In het tijdsdomein, planning. Sorry. Kan het doorgaan? Als we even kijken naar de planning, dan zouden we binnen 2 jaar, natuurlijk thermal power, want het is een hybride systeem die we moeten bouwen. Binnen 2 jaar zou je een thermische centrale heel makkelijk kunnen bouwen. We zijn uitgegaan met de schedule van de activiteiten in het oosten. Dat we in 2014 klaar zijn met de thermal power station. En in 2016 zou het Grand Creek project operationeel kunnen zijn. En kunnen we in 2016 over groene stroom beschikken. Dank u. De bottleneck is natuurlijk, je moet de hoge capex. Als je een thermische centrale bouwt, dan bouw je die 16 megawatt voor 16 miljoen. Als je dit project wil uitvoeren, dan moet je 140 miljoen op tafel zetten. Economic wise, de OPEX, de operationele kosten van Grand Creek, zijn ongeveer $650.000 per jaar. En als u bedenkt dat een kilowattuur bij de huidige HFO-prijs aan brandstofkosten 15 cent is, dan kunt u zien wat het verschil is tussen OPEX, thermisch en dergelijke. De bottleneck is dat wij met z'n allen erin moeten gaan geloven dat wij de energie, de toename die ik heb laten zien in het EPAR-systeem, met de toename van thermal power, als we het laten voor wat het is, als we het niet doen, dat we het niet gaan kunnen betalen. Een kilowattuur gaat ongeveer $20 kosten. Wij betalen nu nog geen $5-6 per kilowattuur. We gaan dus niet kunnen betalen. We moeten dus de opportunity gaan benutten van de industriële activiteiten die dit wel kunnen betalen tegen de tijd dat ze zijn uitgemijnd, dat het aansluiting vindt in ons systeem. En het belangrijkste is, de belangrijkste obstakel om dit soort dingen te bouwen is, je overheid moet dit gaan onderkennen. En dan trap ik nu open deuren in eigenlijk, want de overheid, de regering heeft mij al te kennen gegeven dat ze dit project omarmen. Maar ik ga toch even open deuren intrappen. De overheid moet onderkennen dit verhaal en moet inderdaad die ondersteuning eraan gaan geven dat het tot stand komt. Deze regering heeft ook aangegeven dat zij de owner willen zijn van het project. De projectontwikkelaars hebben op zich daar geen enkel bezwaar tegen. Ze willen hun
rechtmatig deel natuurlijk eruit hebben. Er is 5-6 jaar gewerkt. En ze hebben het onderzoeksrecht gehad, ze hebben het benut, ze hebben het ingevuld. Maar er is, op dit moment zijn er gesprekken gaande met de overheid. Over 2 weken ga ik de studie formeel aanbieden aan de minister van NH. En dan kan de formele discussie ook gaan beginnen over hoe verder, et cetera. Voor de feasibility studie is een bedrag nodig van $2,5 miljoen. En die $2,5 miljoen die moet ik heel snel gaan zoeken. Willen we aansluiting vinden met het goudproject en willen we aansluiting vinden met de overige activiteiten. Maar het probleem zal zijn de capex bij waterkracht. Oké. Ik denk dat energie geen beperking mag zijn voor onze ontwikkeling als we mogelijkheden hebben. Maar misschien heb ik niet goed geluisterd. In de orde van grootte, we gaan 16 megawatt met dit project kunnen opwekken. En we gaan een gebied onder water moeten zetten. In de orde van grootte, geef me een idee. Welk gebied, hoe groot is het gebied? Als we het relateren bijvoorbeeld aan het huidige Stuurmeer. Want het is natuurlijk goed om te weten van wat levert het me op aan megawatt. Wat zijn de bottlenecks? Maar ook welk gebied zetten we dan onder water? Dus dat is een concrete vraag. Wij zitten bovenop die granietenbeest. Dat betekent niet dat er geen goud daar kan zijn, maar we hebben natuurlijk gesondeerd en de kans is vrij gering. Wanneer je een opportunity hebt, en we praten over 1 promiel van het achterland voor een noodzakelijk product, want waterkracht is ook goud hoor, het is blauwe goud. Dan moet je afweging gaan maken. Op dit moment wordt er in de Grand Creek naar goud gezocht. In 2005, toen ik voor het eerst in de Grand Creek ging, was het water helder. Net echt het mooie Kula Creek water. Als je nu in de Grand Creek komt, bloed je hart, het lijkt op koffie met veel koffiemelk erin. En dat is 724. Dat is de Grand Creek op dit moment. Dus blijkbaar is er wat goud daar. Maar we praten over 185 vierkante kilometer die we gaan benutten voor waterkracht. Dat goud dat u wil gaan winnen, heeft ook energie nodig. Dus het is een bestemming die je aan het ding moet geven. Wat ik heb begrepen, ik ben geen geoloog, wat ik heb begrepen is dat in ieder geval geen bonanza of something dergelijk daar ligt. Het is niet waarschijnlijk. Eldorado. Het is ook bekeken door geologen uit Colombia en die zeggen geologisch is dit eigenlijk een perfect project vanwege dus de structuur kun je heel goed any dam bouwen. Ik heb geen technische presentatie hier gehouden vanavond. Je kunt any dam bouwen. Het wordt een roller compact concrete dam. Je kan het gewicht gewoon hebben. Je kunt van alles daar doen. En het is, je ziet ook die overgang van waar de green soil belt ophoudt en waar het gewoon overgaat in een gewone granietenbeest. Het is niet waarschijnlijk dat er grote goudvoorkomens daar zijn. Maar het is een hele goede vraag. Heer Berenstein. Oh, pardon. De heer Berenstein. Tenzij het hierop aansluit. Heer Samsin. De vraag is, is er een energiebeleid? Want anders zouden de discussies die nu gevoerd moeten worden, niet worden gevoerd. Geen beleid is ook beleid. Wat we missen in de elektriciteitsvoorzieningssector van Suriname is de elektriciteitswet. Een wet die dit soort dingen allemaal regelt. We missen een energieautoriteit die dit allemaal reguleert. En dat maakt het dan noodzakelijk dat initiatieven komen van mensen uit de sector, zoals wij, meneer Boksteen is member, maar ook meneer Welzijn zit ertussen. Dat maakt het noodzakelijk dat mensen bij elkaar komen en dit gaan ontwikkelen. U moet bedenken dat vanaf 1964 er nooit meer aan hydro in Suriname is gewerkt. Ik heb een keer een inventaris gemaakt van Braziliaanse projecten. En ik heb elke regel op 3 A4's kunnen vullen
met een Braziliaans hydroproject. 3 A4'tjes vol, elke regel 1 project. En wij zijn gestopt in 1964. En het is gestigmatiseerd en we moeten het uit die stigma weghalen. En er moet inderdaad een stukje beleid op dit stuk gaan komen, want anders gaat we gaan vastlopen, om het zo te zeggen. Maar we zijn bezig, er is wat beweging nu erin, er is heel veel beweging nu erin en we moeten de beweging erin houden. Okay. Maar er moet energieautoriteit, beleid moet gaan komen, ja. En elke regering zegt het weer dat ze het gaan doen, de vorige regering heeft het ook gezegd, deze regering zegt het nu ook. Maar ik hoop dat bij elke regering hoop ik weer dat het er ook echt komt, het beleid dat die energieautoriteit een keer gaat komen. Oké, okay. Dank u wel, de heer Berenstein. Van die 16 megawatt zult u toch wel een substantieel deel aan de industrie, en zeker de eerste 10, 15 jaar aan de industrie moeten afstaan, omdat die in staat zijn om inderdaad de payback te doen. Je zal, als je de gemeenschap in Suriname, zijn we niet gewoon om op opportunity base voor energie te betalen. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat als een kilowattuur in Grand Criqui, ik zeg maar wat 14 cent kost, dat kost een kilowattuur in het binnenland op dit moment boven de 60 cent. Vanwege het probleem van transport van diesel en al dat soort zaken. Dus het is een hele improvement al voor de overheid als Grand Criqui zou komen. Maar u moet het niet bekijken in termen van megawatts, bekijken het in termen van 100 gigawattuur wek je per jaar op. En daar zou je best 5%, 5% zou voldoende kunnen zijn om de lokale gemeenschappen van stroom te kunnen voorzien. En 95% zou je inderdaad aan die goudindustrie moeten verkopen om het project economisch feasible te maken. En na 15 jaar is het project free carried en dan kan het in het totaalsysteem van Suriname gaan. Oké. Okay. Nog de mogelijkheid voor één laatste vraag en dan zou ik het willen afsluiten. Dat deze opportunity wordt niet benut. Dan wil ik het voorlopig hierbij laten en de heer Kopinski heel hartelijk danken voor zijn toch boeiende presentatie. We zijn niet in slaap gevallen. Dus in elk geval is dat een pluspunt. Mag ik...